Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Mijn Hondse Best. Vandaag weer een extra aflevering van Rocket League, want ik heb nog steeds vrijwel veel vrije tijd. Maar vandaag niet zomaar een extra aflevering, maar eentje van Rocket League. En niet zomaar Rocket League, maar 4 tegen 4. Het is een chaos. Een full squad, jezus. Als je het nou vaak wilt zien, abonneer en reageer, like zeker dit video. Zeer. Dikke bedankt voor de 1.7k. 1600, 1700 abonnees. Wordt zeer gewaardeerd. Echt blij mee met van. Ja. Gaat allemaal sneller dan ik verwacht had. Veel sneller. Maar dat al. Thanks to you. Dus als je me verder wilt helpen. Jezus, wow. Deze video gewoon. Of alle video's. Moet zo prettig zijn, hè? Want ik heb nog zat te bereiken. Zo. Ja. Ik heb wat nog zat te bereiken. Play button. Dat gaat nog lang duren. Alles is mogelijk. Ik was ook eigenlijk trouwens wel heel blij met mijn primeurtje. Met de video van maandag, tot het fire. Ik had nog geen enkele Nederlandse YouTuber dat geüpload. Dus ik was eigenlijk wel enthousiast erover. Dat ik als enige Nederlander, tenminste tot nu toe, geüpload heb. Allemaal Engelsen wel, maar oh shit. Nou, dat was wel even een hele slechte bocht, maar dat is zo. Maar ja, als enige Nederlander haal ik het op. Blijkbaar geüpload, of tenminste ook qua tekst. Dus als je de game in het Nederlands kwam ik alleen mezelf tegen. Dus dat vond ik wel positief. En daardoor gaan er waarschijnlijk wel extra mensen bij komen. Hi. Ik ga proberen nog eind van de week. Op vrijdag, zaterdag. De live te gaan. Maar daar moet ik even kijken. Hoe stabiel mijn internet is en zo. Ja. Dus stil broken. En even kijken, ja. Ha. Zo. Nou, achteraan vliegen en dan... ja, dat is de verkeerde kant. Wacht, we staan nog steeds. Ben je achter. Oef. We moeten even wat beter spelen. Ja. Goed spelen doe ik al, alleen moet gescoord worden. Zeggen. De vier springen ze naast de boel. Naast de bal. Dat was bijna naar je doel. In ieder geval. Explosie. Explosiegevaar. Ik ga al explosiegevaar. Laat ik in de comments achter wat je vaak nog meer wilt zien, want ja. Deze week komen er misschien echt sowieso nog twee extra video's van die standaard op woensdag van deze. En waarschijnlijk eentje op vrijdag. Nee. Echt gaan of nog meer tijd heb. Anders komt op vrijdag. Ja. Ligt dan of ik meer tijd heb. Maar het is tenminste, ja. Want nu komt er eentje alle woensdag, gewoon standaard serie. Het is trouwens wel een heel leuk oude game. Zeker kijken. Dan wil ik waarschijnlijk vrijdag of zaterdag live gaan.
maar dan kan ik daarnaast ook nog steeds een video uploaden. Waarschijnlijk komt er nog eentje, nog een rotelijk vrijdag. Ook squads. Zeker die ook te checken als je dit leuk vindt. En... Oh, jezus. Als er nog meer video's komen deze week, wordt het waarschijnlijk gaan doen games of. Ja. Misschien neem ik er nog een aparte serie bij. Maar dat is lichter aan wat jullie vaker willen zien. Hè. Maar dat is Paladins. Ja, dat was de eerste serie. Was. Maar het werd wel ook in ontvang. Ik ga nog een keer Call of Duty doen. Mobile. En helaas dit eerste potje verloren. We gaan wel gelijk door naar het tweede potje. Oh, mensen, we gaan het tweede potje vandaan. Waar ik net het eerste potje ook over had. Ja. Ik denk dat Black Ops Mobile misschien als een serie bij gaat doen. Gewoon een kort serie, ligt eraan hoe alle Call of Duty's runnen. Warzone is geen optie. Ja, misschien ook PS4, maar moet ik even kijken. En oef. Dat is zeer oef. Ja, explosiegevaar. Want de normale werd best wel goed ontvangen. Ook over het algemeen. Dus. Laat gewoon in de comments achter of je het vaker wilt zien. Gewoon wat je wilt zien. Of je het vaker wilt zien. Met een Rocket League. Wat ik als standaard serie heb. En ik zelf leuk vind in jullie. Maar of Duty kan nog wel eens aparte serie. Zo van. Of doe gewoon een video, extra video doorheen komt. Let me know. En dan is het ook altijd nog steeds aan mij of ik het echt ga doen. Als een hele gare game krijgen. Misschien een keer livestream. Maar zou ik dan ook wel bij blijven. Was wel heel soepel. Ik moet even wat serieus gaan spelen, want het komt niet goed. Maar anders komt het niet goed. Dat was zeer mooi gedaan. Het duurde mee. En ik weet niet wat die zo gals was, maar goed verdedigd. Weer door mij. Dit was gewoon een Rocket League issue. Dubbel doet en dan de ene keer gaat die hier gewoon omhoog. En dan is het. Dus ja. Ik kan wel zeggen, dus het valt deze keer wel mee qua chaos. Ik kan zeggen, ik vind af en toe 3 tegen 3 meer chaos hebben dan het. Het is wel moeilijker scoren. Want dan zit wel altijd weer iemand op jou. Er altijd wel iemand op de bal. En met 3 tegen 3 is dat eigenlijk vaak niet.
ik interesseer ze 5 tegen 5. Dan wordt het helemaal een keer gewoon 100 tegen 100, maar een super grote bal. En dan over een heel grote man. Dan wel gaan ze alleen waarschijnlijk net de service hebben. Ja. Yeah. We zullen zien of ze dat een keer gaan doen. Dan kan ik het echt zeggen. Faals. Honderd tegen 100 met een grote bal. Maar echt om met iemand tegelijkertijd namens springen om die bal enigszins vooruit te krijgen. Of een soort volleybal. Dan zou ik die heatzoeker nog een keer terughalen. Dat is wel grappig. Of die dropshot rumble. Afgelopen zaterdag heb ik geüpload. En een doelpunt. Maar dat vond ik eigenlijk best wel een leuke emote. Maar ja. We zien wel wanneer hij terugkomt. En of hij terugkomt. Nice defense. Wingmate. En dan heb ik hier. Nou, moet ik. Oh jezus. Dit. Teammate. Oh, dan gaan we even blurren. We hoeven hem niet op YouTube te volgen. Is hij slecht speelt? Nee. Is je daar niet waardig, hè? Gewoon een heel tijd YouTube in je klein tekst zetten. Oh ja. Trouwens mijn eigen clan tag. Finally. Mijn eigen clan. Crew, hoe je het wilt zeggen. Maar ik zit nu. Ik wil eigenlijk te wachten tot een invite link-achtig iets. Kan? Of kun je. Ja, ik zit echt even te denken. Want voor mij kun je toch alleen mensen inviten? Kun je toch niet zomaar een. Gewoon een naam intrekken en dan joinen? Dan moet je echt weer invites doen. Op invites, maar. Dat kan ik ook een keer regelen. Nee, gewoon even een random Steam accountje even moet toevoegen naar ik of iemand anders. Gewoon mensen toevoegt. Je dan de crew kan joinen, de club. Crew. Ik noem het gewoon crew. En vergeet nog steeds niet, join mijn Discord. Heel veel leuke, dat is ook nog een leuke feature. En ja. Maar daar zit een heel leuk feature in. Ja. Ik ga nou gelijk door naar het volgende potje. En dan zijn we weer bij het laatste potje van vandaag. Maar, zoals ik net zei, van de Discord, is er een heel leuk feature. Als een van de eerste zien. Naast de YouTube notificaties. Of ik een video online heb, of een livestream ga doen, komt ook lekker in de voorschijn. Maar ik heb ook een andere leuke channel met een heel leuke bot. Die gratis games laten zien, dus. Of een site dan ook. Epic Games Steam. Ik verbaas me echt hoeveel Steam gratis weggeeft. Of de developers die de game maken, ik weet niet. Ik weet niet wie dit bepaalt, maar. Best wel handig, dus als je het ook wil gebruiken, gewoon Discord. Kletsen met mij. Want nu ik nog een klein YouTuber ben, allemaal.
Ja, dat was wel heel slecht voor mij. De boost. En I go in. En een assistje. Nice. Ik denk nog dat ik mijn rocketstraal moet veranderen. Maar... ja, want nu heb ik het van iets even. Nog steeds. Het is wel leuk, maar... het is hetzelfde. Het is standaard. Gaat hem nog? Nice. Even wat boost op pakken. Zet. Het staat 1-1. No. No. Zelf dat je niet. Ook altijd leuk. Naar voren. En oké, dat was weer een ongelukkige klik. En dan weer de bal naar voren gieten. En dan komt hij niet voor het doel uit. Net een halve meter dan langs. Zo. Ik weet niet hoe je het kunt zeggen hier in Rocket League. Welke dingen gebaseerd zijn. Welke schaal ding. Ja goed, zo schiet maar naar je eigen kant en dan komt hij niet omhoog, maar dan... oh. Ik dacht, ik wip hem dan de kruising in. Dat was ook meer een gedachte uiteindelijk dan een uitvoer. Ja, geef voor dan. Ja, je weet, je speelt 4 tegen 4, gast, dude. Gast, dude, curve. Dat kan je nooit redden, 4 man voorbij. Schrikkelijk. En vooral niet als je van één kant afkomt, waar, like, 1 ingang is. Dat was een zeer nutteloos actie. Dat ook. Dat was wel nice. Maar dat doe ik. Ja. Ik heb zo'n gewoon boost nodig. En dan. Nice. Ja. Die gast raakt hem zo. Tering slecht. Ja, die was achter mij. Incoming. Of toch niet? Ah, jammer. Daar is toch een jammer van mijn teammates. Ja, zou je nog iets doen? Zo. Ik ben weer. Iemand opvangen? Nee. Nice. En dan weer een redding. Gelukkig, redding. Wat had je anders van me verwacht? Nice.
Geen boost, geen boost. Wel boost? Nee, geen boost. Ja, alsnog een doel. Jezus. Wat was dit even zenuwslopend? Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Maar we hebben gewoon het laatste potje gewonnen. Dus als je dit nou vaker wilt zien, abonneer, reageer aan, like zeker deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dat is een random game. Morgen. Om 7 uur. Maar bye man.